Vraag je af waarom ik die stereo nou in stukjes hak? Nou, dat is omdat ik op zoek ben naar de transistor. Hier zitten zo'n stuk of 10, 15 op. In de stereo zelf zitten er nog veel en veel meer. En dat is ook precies waar het om gaat, want de meeste mensen weten eigenlijk helemaal niet hoeveel transistoren we om ons heen hebben in het dagelijks leven. Zoals je hier kunt zien zijn het er al beduidend meer dan je eigenlijk kunt tellen. Maar we gaan nog even verder kijken, want in een computer zitten er nog veel meer. Dit is de processor van de computer en ik schat dat daar toch een miljoen transistoren op een paar vierkante centimeter zitten. Knap werk. Het kan allemaal nog veel en veel simpeler. Met niet meer dan één transistor kun je een echte radio bouwen, een transistorradio. En in een elektronica winkel zoals deze kun je daarvoor mooie bouwpakketjes kopen. Wat doet zo'n transistor nou eigenlijk? Een transistor doet eigenlijk precies hetzelfde als wat een kraan in een waterleiding doet, maar dan in een elektrische stroomkring. Een transistor die schakelt stroom en kan dat harder en zachter doen en onder invloed van een andere stroom. Je kunt dus met de ene stroom de andere stroom versterken. Dat maakt een transistor een bijzonder handig instrumentje. Allemaal chips, transistor. De laatste stap, het oortelefoontje. Eens kijken of die wat wil doen. Ja, hij doet het. Dankzij dat kleine transistortje. Mooi man. Waarom hoort die transistor nou volgens mij in de beta-kanon thuis? Nou, dat is simpel. We hebben hier allemaal apparaten gezien waar één of een heleboel transistoren in zitten. En zonder de transistor hadden we nooit de ontwikkeling kunnen maken die we nu hebben. Met computers, mobiele telefoons, televisies, dvd-spelers. Maar ook je horloge en je koelkast, je wasmachine. Dat was allemaal onmogelijk geweest zonder de transistor. Ik vind dus dat de transistor thuis hoort in de beta-kanon.